Dan loop ik alvast even richting Jeroen. Dan krijgt Jeroen eerst nog even de bloemen overhandigd en dan komt het goed. En uiteraard de zoenen, want daar was het allemaal op te doen. Jeroen, van tevoren had je gezegd dat hij nog wat tegen de wielen aansloeg. Nu in de koers zelf, geen enkel probleem. Nou, ik had hem in het voorrijden, kwam hij in de bocht tegen de wielen aan. En ik had hem net heel kort ervoor gezet. Toen kwam hij er eigenlijk nog een beetje. Ik had al een andere kader achtergang. En nou had ik hem heel lang gezet en nou ging het. Hij had nog wel een beetje moeite, maar het ging goed. Paard heeft nog een beetje koersen nodig om te leren en zo? Ja, kijk, dit is natuurlijk een speciale baan. En volgende keer heb je een steekskoers. En we wilden hem even testen hier. Dus over 2 weken, 9 juni, dan zien we hier weer voor de sweepstakes trials. Ja, ja. Kijk, dan hebben we alvast 1 kandidaat daarvoor. En daarna moet hij ook richting de Italiaanse derby. Als die goed genoeg is wel. Kijk, dat zullen we dan gaan zien. Dan mag er zometeen bijgedraaid worden. Dan mag u, dames en heren, groots applaus geven voor deze Italiaan, Alex HP Horsepower, in optima forma uit Italië. En hij wint hier de koers samen met de kampioenstrainer van Nederland. En als hij gaat rijden, dan wint hij er ook verdomd vaak. Jeroen Engwerda, dames en heren, geeft hem een groot applaus als hij aan u voorbij komt rijden. Daar komt hij aan, dames en heren, de zesvoudig kampioentrainer van Nederland, Jeroen Engwerda.